ben in Eindhoven. Het is 5 uur. I'm dead, man, what the fuck. Cultuur snuiven. Vandaag vertrek ik op skireis. We gaan naar Saalbach. Ik heb niet geslapen, dude. I'm tired. Mijn mama en mijn oma staan binnen aan te schuiven met de bagage. Ik zei van, yo, ik ga even mijn laatste sigaret gaan roken. Hey, we gaan heel de week vloggen, by the way. En ik heb een challenge voor mezelf. Het is mijn laatste sigaret ooit. Het ding van deze week is dus dat ik vandaag ga stoppen met roken. Dat gaat lukken, denk ik. Even lekker cultuur opsnuiven. Kijk, nu heb ik zo het idee dat het wel goed gaat komen, snap je? Maar ik moet nu toch wel even op vliegtuig, dan even taxi dan. Ik ga toch snowboarden, dus weet je, fuck, zo ik roken. It's gonna be great, ladies and gentlemen, it's gonna be fuck. Ik denk dat ik hier wel van moet genieten ofzo. Cause it's the last one. Snap je, ik moet mijn longen redden en zo en mijn conditie. Deze dingen zijn duur. Fuck deze shit, man. Tot ziens. Oké, fuck it, hey, let's go. Dat kan niet zo moeilijk zijn. Ik neem jullie mee op mijn journey naar Oostenrijk. Where I'm gonna quit cigarettes. Ah! Hey. Cultuur opsnuiven. She gonna sniff some culture, man. Mijn ma was fucking boos. Dat was wel funny, snap je? Maar nu ga ik even wc, we zijn nu in Salzburg aangekomen. Hey, tweede sipje. Kleine Smirnoff. En wat tel, man. Oké, nu gaan we met de taxi naar het hotel. Het is 8 uur, 's ochtends. Mijn inzoetzoon wist immer met mij. Ach zo! Wat jullie niet weten is dat omdat mijn mama en mijn oma zo goed hebben geholpen met het inpakken van t-shirts, heb ik heel deze reis betaald. Je kan nu lachen, maar is het waar of niet? Ja? It's true. Dus, het is 3 jaar geleden dat ik met hen op skireis ben geweest. En wat is er veranderd in 3 jaar? Like dat ik de skireis heb betaald. So, guys, we're doing great. How are you doing there? Ach zo, du spassen ein bisschen Deutsch. Dus we zijn heel gesprek aan het voeren met die taxichauffeur. Ik weet niet eens wat hij Duits kan, man. Pulo! Dat is een YouTuber. Ik ben een YouTuber, entschuldigung. We gaan nu met de taxi naar Saalbach, Hinterglemm. We gaan deze week echt kut weer hebben, maar goed snel. Wat gaan we geen kut weer zien? Ach zo. Straks nog een London Dry Gin. Een Bacardi. Niks van, een warme chocoholdering of een Fanta. Is dat nog keer iets in Duits? Wat is dat, Axo? Hey! We got some... Saaie spaghetti's. Check dit. Deze layers, man. Ben je nu al mijn frieten aan het opeten? Goeie keuze. Smiley! Ik heb een nieuwe broek gekregen. Hey, thanks. Yeah. Zo'n tijd ga ik die ton in nog nieuwe handschoenen hebben. Ah, dankjewel, dankjewel. Jij hebt nog een beetje kool gekregen. Ja, ja. Smakelijk. Smiley. Smiley. Hey, dat looks so nice. Het is voor mij ook de eerste keer dat ik hier ben. Normaal ga ik elk jaar naar Zeelandse, snap je? Vorig jaar was ik in Val Thorens. Dit jaar. Saalbach. Hinterglemm. Ik hoop dat dit, het ziet er al nice uit. Oeh, it looks nice with the snow en de huis en de... Hey, Snow. Hey. Ik heb de camera ook nog niet gezien. But the camera is ready, so go to the room now. De camera is klaar. Woo! 121. Oké, kijk. Oeh. Oeh, is een nice room. Oeh. Massa. Oeh. That's pretty nice. Oeh. Het is wel schoon. Ja, het is wel schoon. Het is een selfie stick. Hey, we got a selfie stick for free. Ah ja, voor wifi. Nee, dat is niet voor wifi, dat is voor de selfie. De selfie stick. Oeh, hey, we delen het terras met onze buren, denk ik. Oeh, de piste is letterlijk naast ons hotel, man. Zie je daar zo? Oeh. Hey, de kamer is nice, man. En aan de overkant is het een zwembad. Als er lekkere chickies daar zwemmen in de avond. Oeh, nice chickie, show me some titty. Okay, hey, dit kan al wel. Put it away. I don't smoke. Woo! Nice bedroom, the shower is nice, yay. Het enige wat ik nog moet doen is dit bord. Hey, baby girl, how you doing? Het enige wat ik nog moet doen is dit bord naar de winkel doen. Dan moet weer echt wakker worden. Ze hebben andere sleden, nice over de sneeuw. So we're gonna take this one to the board. Oh, hey, little girl. How you doing, baby?
Zo, nee. Ik ga pas morgen snowboarden, maar... Oeh, dat is gonna be nice. De helm, zo... Hey. Alsof ik in mijn eigen edithoek heb of zo. Hey, Apple. How you doing? Goh, kom verder zo op mij, joh. Hey, dus ga doe kleren aan en dan... Hey, check dit, check dit. Wacht. Doe chill. Er is nu iemand aan het zwemmen in dat zwembad. Maar weet je wat ik dacht? Like, het is te makkelijk om hier gewoon over te springen of zo. En dan daarin. En dan plons zit er in een zwembad en ik ga niet liggen. Dit hotel heeft ook een zwembad, maar die heeft een buitenbad. En ik kan gewoon naar daar lopen en dan daar en dan plons die snel plons en dan terug naar hier en dan woe. Oh, bang, de ding, de ding. Ik ga kleren aan doen. Nieuwe broek. Dit is de outfit, snap je, voor de mensen die het nog niet wisten. Hier gaan we snowboarden. Ik ben vandaag nog niet gaan snowboarden, maar om het goed te maken, kijk, ik ben naar Como geweest met Ryan. We hebben daar opgewarmd, dat weet ik niet. Van nu moest beginnen, hier is hier een paar clips. Yeah. Oeh, those clips are nice. Daar was ik op mijn kin gevallen, maar zoals ik kan zien, zie je niks meer van. Het is volledig geheeld. Mensen zeiden van, oh, what the fuck is gebeurd? Mijn kin is volledig geheeld. Dus we kunnen weer andere dingen kapot maken. Morgen, eerste dag. Oeh, it's gonna be great, it's gonna be great. Yeah. Ik heb een dom idee. Ik ga frontside boardslide proberen op die rail. Is dat een dom idee? Ja, wel dom, maar probeer maar. Ik denk dat dat makkelijker is. Er is overal snel nu. Bij mij daarnet ook. Kijk, 180 op die laatste jump. Alles goed, maar eentje. Ja, perfect. Ja, je moet me niet van zo'n date trekken, want is ik een kind in hockey genomen. Dieser Tisch is reserviert voor familie van der Gunst. Het is een Oostenrijkse wijn. Very good, very good. Review de wijn. Ja. Wijnreview, wijntasting. Dat is Phantom 2016. Lekker. Lekkere Oostenrijkse wijn. Zeg je dit doen dan? Inderdaad. Hij draagt je binnen met hem. Dinner was nice. Thanks for the good food. Hey, daar is zwembad. Daar is onze kamer. Zo, is like a swimming pool is down. Woef. Hey. Morgen snowboarden, man. Hype je vol. I'm hype. Wow. Hey, I'm back! Morgen snowboarden met moeder. Zo'n Instagram ding. Elke bekende Instagrammer heeft zo dit. Zie je ogen er zo mooi uit. Hello! Oké, dit is een mooi einde van de eerste video, man. Maar ik ben hyped om te snowboarden, man. Wat ga ik nu doen? Deze video bewerken. Ik besef dat het internet hier beter is dan het internet dat ik thuis heb. It's gonna be nice. So like, creator corner. Moet die? Zatje. Morgen skiën en snowboarden is gonna be nice. Morgen gaan we gas even. Morgen gas. Morgen op dit uur weer een nieuwe video. Ik weet niet hoe ik dit moet afsluiten.